Ik ben Wout van Aert, tweevoudig wereld- en Belgisch kampioen veldrijden. Maar vandaag krap ik in de huid van een oude man, geen hand René. Ik vind het wel spannend en ik ben benieuwd of de kinderen mij niet snel gaan herkennen. Dus ik hoop dat we kunnen slagen als opzet. Paul, de jeugdtrainer, die zit mee in het complot. Ik hoop dat het ervoor gaat zorgen dat de kinderen een beetje op hun gemak zijn en denken dat alles hetzelfde is als anders. Bij mij is het veldrijden allemaal begonnen bij mijn eerste communie een beetje. Ik heb dan een mountainbike gekregen van mijn ouders. Als ik 8 was, heb ik een eerste wedstrijdje gedaan in Nederland. Ik werd toen direct 2e. Ja, zo ben ik vertrokken. Ik denk dat ik ongeveer de leeftijd had toen van die kinderen die straks meedoen. Nu maar hopen dat ze me niet herkennen. Hè. Merci. Fantastisch. Vroeger was ik ook heel de dagen zo in het bos bezig. Ja. Voorzichtig, hè. René heeft vroeger nog cyclocross gereden en had een droom van nu nog eens met de jeugd mee te trainen. Ga de kleiturken voordoen, rustig, want René is een oude mens. Ja, mannen, doe maar. En rustig, hè. René houdt zijn droog. Oei, wat dat lukt, René. Balkse springen. Je kunt er misschien naast ook, hè. Dus de fiets was daar gelukkig. Of wil mijn oude mens hierna nog komen raad? Parcours, nu kent hem. Oh, nee, nee. Het begint altijd beter tussen te staan. Daar, de kinderen. Zie je hoe hard dat in ineens rijdt. Dat is heel goed. Ah, dat je dan nog kind op die leeftijd. Chapeau, maat. Hallo. Nee. Denk je dat echt? Ja, dat heb ik al goed liggen. Hè. Moet geen toffe met ons gaan doen? Ja, natuurlijk. Ja! Zijn we weg, mannen? Ja. Oké.